Vandaag in Tijd voor Theater, Action Painting in Zwolle, Spelende Schrijfsters in Hengelo en in de agenda onder andere Compagnie Nicole et Martin in Oldenzaal. 22 april vond in de Paletgalerie in Zwolle een bijzondere voorstelling plaats. Een ontmoeting tussen een beeldend kunstenaar, Talif Ashi uit Zwolle, en een muzikant, Haman uit Zuid-Afrika. Talif schildert live en haar werk wordt geprojecteerd op een groot scherm. En Haman speelt cello en piano. De een reageert op de ander. Samen improviseren ze. Ik ben Tali, ik ben een kunstenares. Ik woon hier in Zwolle, maar ik ben een gelukkig mens. Dat ik doe wat ik hou van maken, dit is mijn kunst. En ik ben blij dat ik heb die gelegenheid hier te doen ook. Dat wat ik ben. Ik ben animator. Ik doe tekenfilms. Beroep, mijn beroep. Ik heb afgestudeerd in de audiovisuele afdeling van de Radboud Academie. Zo, eigenlijk ben ik animator. Zo, geen schilder, maar ik teken. Ik schilder, maar het is niet op doek. Nu ben ik een action painter. En ik durf ook zeggen, want ik doe het met alle ziel en passie. Movement is een ander project van Talif Ashi. De dialoog wordt dan gezocht met de Zwolse danser Benno Hübner. Movement trad op in Israël, Zuid-Afrika en Amerika. We hebben de idee dat misschien we moeten meer dan alleen tekenen. Hoe moeten we combineren? En dan komt die idee van misschien hij moet dansen voor mijn schilderij of zo. Tot we hebben toen Beamer was. Niemand wist die apparaat, beamer, wat is het? Maar het was in het lange huis, naast mijn studio, was een beamer. En we hebben de camera naar de beamer doorgebonden. En het was een beeld van mijn tekening, zo groot. En hij was voor. En in no time, we hadden een dit idee. Was echt een, we wisten dat we hebben iets heel groot. Ik voelde het echt toen... Sorry. Ik voelde... Dat was heel sterk.
die muziek, ken ik ook niet. Dat is voor hem ook helemaal improvisatie. Dit is wel zo mooi hier, dat wij samen improviseren op improvisatie. Het is improvisatie en improvisatie samen is nog een grote improvisatie. Dus daarom zeg ik, Tali met Haman is Tali met de verrassing, de unknown. Van het is wat gebeurt. Dat ik kan mijn hand volgen, de lijn, de kleur en de spanning. En soms is het zo dichtbij naar het publiek en het raakt mensen en raakt mij. Ik weet het, ik was bijna in tranen en van de liedjes of muziek dat ik heb gehoord. En ik moest echt meewerken met mijn gevoelens en met mijn energie. Zo, wat echt belangrijk is, wanneer ik daar sta.